Goedemorgen, ben je deze ochtend een klein beetje gek geworden? Allereerst even zeggen dat ik het wel fijn vind. Ik ben gek geworden, maar ik vind het wel fijn. Het is leuk eigenlijk ook wel. Maar alleen mag het een beetje minder worden. We krijgen bijna wekelijks de vraag om eens iets te vertellen over onze Disney-collectie. En ik weet het, ik heb het gezegd in de video en dat is intussen uiteindelijk ook alweer een tijdje geleden. Ik zou het eigenlijk echt al wel een keer moeten gedaan hebben. Maar ik heb er echt waar, geloof mij vrij, ik heb er geen tijd voor gehad. Ik had het even op de planning staan, maar het is weer iets tussen gekomen toen en we hebben het niet kunnen doen. Spijt mij, echt waar. Maar de video waarin dat we onze Disney, Blu-ray, DVD en boeken en alles wat rond Disney te maken heeft, alles wat eigenlijk in deze kast zit, ga ik er allemaal een keer uithalen en ik ga het allemaal een keer bespreken in één grote, lange video. Voor iedereen die dat leuk vindt, en dat wordt echt een aparte video, want niet iedereen vindt het even interessant zoals dat ik dat vind en heel veel andere Disney-fans. Maar en je moet het zo bekijken. Hoe langer dat ik ermee wacht, hoe completer dat onze verzameling wordt en hoe uitgebreider de video ook wordt. Er is trouwens nog een stuk dat we moeten gaan halen. Ik heb nog tweedehands nog iets op de kop getikt. En tegenwoordig, dat valt ook wel op. Dat is een beweging. Het is altijd wel al geweest, maar nu nog meer dan vroeger beginnen de mensen echt zo'n beetje komaf te maken met hun DVD en Blu-ray en CD, boeken. Boeken nu nog niet, maar zo vooral de schijfjes en zo, die beginnen dat toch wel een beetje weg te doen, omdat ze denken van, goh, ik heb nu een tv, een smart tv, ik kan daar zo Disney Plus mee zien en weet ik veel wat, of andere streamingdiensten. Ik heb genoeg films, ik heb genoeg series die ik eigenlijk gewoon op mijn druk op de knop kan bekijken. Ik snap dat ook wel. Maar ik heb het graag fysiek nog altijd. En er zijn nog altijd zaken die ik fysiek heb, die niet op die streamingdiensten zijn. En daarom hou ik ook vast aan die streamingdiensten, aan die fysieke media. Het is ook zoiets, stel dat ze bijvoorbeeld morgen beslissen van alle grappen over vogels, die kunnen niet meer, want vogels zijn beschermde dieren geworden, of weet ik veel wat. Dan knippen ze al die grappen eruit, en dat heel gemakkelijk. Dan zie je de film, hè, morgen in een verkorte versie op de streamingdienst, en je kan ook niet meer de lange versie zien. Als je het vandaag een DVD aankoopt, die morgen niet meer kan, omdat het niet meer in de tijdsgeest past, dan heb je het wel, hè. Dan heb je het in je kast staan. Ik wil er vooral duidelijkheid niets mee zeggen, maar soms worden er gewoon beslissingen gemaakt door de bedrijven om zaken anders aan te pakken en om hun bedrijf nog altijd aantrekkelijk te houden voor de kijker, maar ook vooral voor de adverteerder. En dan veranderen ze zaken. Ze hebben dat trouwens bij DVD's ook gedaan. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde Disney-DVD's. Ik ben er weer lang over aan het praten. Ik had beloofd om het niet te doen, maar... Allee, ik ga nog één ding zeggen. Bij Disney hebben ze al een paar keren een film korter gemaakt of niet meer uitgebracht na een tijdje, omdat ze problemen kregen met rechten voor een bepaald liedje dat in die film zat en dat ze eigenlijk niet mochten op DVD uitbrengen, omdat dat destijds iets van een rechtenkwestie was. Dus je hebt bepaalde films, bijvoorbeeld Heksen en Bezemstelen, dat is daar een voorbeeld van. Die film heeft al verschillende releases gehad, waar dat dan de film de ene keer 77 minuten duurt, maar terwijl de originele theaterversie over de 100 minuten ging. En dan is er ook nog een andere versie waar dat deleted scenes zijn toegevoegd en geïmproved en dan is er weer een afgekort. Allee, je hoort het, er valt veel te zeggen. Ik denk dat die collectievideo ook zeker ruim een uur zal duren, waarin dat ik alles ga bespreken. Maar ik beloof het, komt eraan, ik ga er ook echt mijn tijd voor maken. Ik ga er mijn tijd voor pakken en ik ga jullie alles proberen uit te leggen wat allemaal in die kast zit en waarom dat ik die collectie zo belangrijk vind. Nu hebben we er eventjes genoeg over gehad. Probeer een beetje minder berichtjes daarover te sturen. Allee, we krijgen van bepaalde fans bijna wekelijks een berichtje. Ik denk, het is precies of jullie spreken dat af of zo. Ik vind dat ook niet super erg, want ik heb ook een groot Disney hart. Maar jaag me niet op, want ik wil het echt ook wel gaan doen en het komt er ook echt wel aan. Even tijd. Tijd. Hier, jij bent een grote tijdafsnoeper, hè? Tijdrover, dat jij bent. Ja, jij bent een tijdrover, zei Jules. Ja. Nee, dat is heel flauw om dat te zeggen. Wij doen gewoon heel graag leuke dingen met onze Jules. We zouden ook gewoon thuis kunnen blijven, maar dat doen we niet. Want we vinden het zo leuk met jou, hè? Dingetjes doen. Dikke knuffel! Maar niet nijpen, hè? Niet pijn doen. Hey. Nu gaan we ook weer naar een restaurant. We gaan lunchen.
En daar is ook een grote speelruimte waar Jules dan kan spelen. We hebben trouwens afgesproken met vrienden die we al heel lang niet meer gezien hebben. Dus dat is ook altijd wel een keer fijn om die mensen nog eens terug te zien. Onze zaak die bestaat in tussentijd ruim 5 jaar. En die vrienden zijn er al van voor dat we met de zaak starten. En tijdens de opstart van onze zaak, ja, dan begonnen we gewoon heel weinig tijd te krijgen voor met onze vrienden nog af te spreken. Heel wat vrienden zijn we toen eigenlijk uit het oog verloren. Met de meeste hebben we dan ook bijna geen contact meer, maar met hun hebben we altijd nog zo wat berichtjes blijven sturen en nog wat contact gehouden. We hebben elkaar ook nog wel eens een paar keer nog gezien achteraf. En daar gaan we nu gewoon nog eens iets mee gaan lunchen. Dat is gewoon kei tof. Wat ga je doen? Ga jij mee? Oké, kom maar. Nee, weg, hè. Ik ben super mega blij. Toen wij met onze Jules in Toverland waren, had hij een klein ongelukje gehad. Had hij dus een catastrofe gehad, als ik het zo mag noemen. En zijn truitje, die was dus ook mee vuil geworden, zijn romper, zijn broek, goed wat aan. Maar dan toen eigenlijk, ja, opnieuw eigenlijk nieuwe, propere kleertjes aangedaan. Maar dat zakje is toen kwijtgeraakt in Toverland, in het restaurant. We hebben die toen vergeten, onder onze tafel. En ja, aangezien, en hebben we dat ook achteraf nog wel een keertje nog wel voor eigenlijk, ja, gebeld en zo. Maar dat vonden ze toen niet meer. Never mind, dat heel eventjes backside informatie. Maar, kijk eens hier, ik heb dit besteld op Vinted. Dit was dus het truitje dat de Jules droeg op het moment toen we dat dus eigenlijk kwijt zijn geraakt. Ik vond dat zo'n leuk truitje, dat is een heel zacht truitje. En ik vind dat zelf ook zo heel erg zo aaibaar. En dat is echt mega zacht. Dat zijn zo twee ijsbeertjes. Mama ijsbeer, papa ijsbeer. Of nee, baby ijsbeer en papa of mama ijsbeer. Je hebt dat gekocht van een medewerker die in Toverland woont. Nee. Want het is trouwens ook nu nog een keertje maatje groter dan hetgeen dat je al Jules al had. Ik vond het zo jammer dat we dus deze truitje dus eigenlijk kwijt waren. Ik vond dat zo een lief, leuk truitje als hem die aan had. En het stond hem echt ook gewoon zo goed. Ja, gewoon elke dag zitten zoeken. En ik ben bijna alle dagen aan het blijven zoeken geweest op verschillende tweedehandsites. Zelfs in Nederland heb ik zelfs aan het zoeken geweest. Op Vinted aan het zoeken geweest. Overal aan het zoeken geweest. Maar ik vond dat dus niet. Ik vond wel constant, het is nog wel kleinere maatjes. Maar dus niet in onze Jules' maat. Ja, een kleinere maat, daar heb ik nu ook wel niks aan. Dus ik ben blijven zoeken. En de ene keer stond het daar. Op Vinted heb ik het gevonden. We hebben het eigenlijk besteld van iemand uit nog een keertje Nederland trouwens. En kijk, zie. Nu hebben we dit mooie truitje terug opnieuw. En ik ben daar mega blij mee. Want dat is eigenlijk wel iets waar ik me heel slecht over voelde. Hè. Heb ik vaak gezegd van jammer dat we dat eigenlijk. Dat hier dat mooie truitje niet meer hebben. En nu hebben wij het weer wel terug. Dus ik ben er heel blij mee. Kijk eens al tranen van in mijn ogen, maar ik ben er wel zo blij mee ben. Dat is toch wel, ja. Dus, en het fijne ook is dat het nu ook nog een keertje een maatje groter is. Dus Jules kan het dan eigenlijk nu nog wel aandoen. Maar het zal nog wel eigenlijk nog wel wat eigenlijk, ja, eigenlijk, ja, een beetje wat groot zijn. Maar dan plooi je gewoon eventjes de mouwtjes om. En normaal gezien, als alles goed zou zijn, zou je het volgend jaar ook nog kunnen dragen. Dus ik kan dit nog eigenlijk 2 winters dragen. Momenteel is hij trouwens een dutje aan het doen. Eventjes nog even een klein powernapje. Even nog de batterijtjes opladen. Want we gaan dus hebben ze iets eten. En daar hebben ze een hele grote speelhoek. En dan kan hij daar zich volledig laten gaan. En je daar veel spelen en genieten. We zijn aangekomen aan het restaurant. Onze Jules die slaapt nog. Dus we hebben hem al slapend in de buggy gelegd. En nu gaan wij alvast binnen gaan. Ah, het regent. Brrr. Koud weer vandaag, zeg. Ja. We hebben het al een paar keer gezegd, maar als we het gezellig hebben, dan vergeten we wel eens een keertje te vloggen. En nu is het eigenlijk weer zo'n moment. We gaan een keer in een draai mogen, hè, Jules? Ja. Kijk. Yep. En dat vindt hij altijd even leuk als het van in het begin. Ja. Zo. Een beetje kantelen. Het lukt gelijk niet, hè? Ja, ziezo, gekanteld. Yes. Yes. Let's go. Wat gaan we nu doen? We gaan iets afhalen wat we hebben besteld, waar Jules heel blij mee gaat zijn. Ik ga eens kijken, zie. Zo.
Maar ik denk dat de postbode ook benieuwd was. Dat? Het is open. Hoe dat het er nog wel gaat inzitten dan, want... het zit er gelukkig nog in. Kijk wat we hebben besteld, Jules. Dat doet maar open dan, hè. Wat is dat? Zie je dat? Dat is? Een muts van Plop. Zet ze een keer op, mama. Zet ze een keer op bij Jules. Je trekt af, jij. Hier. Oh. Hey, Plopper de Plop. Kijk. Wauw. Wauw. Dat is mooi, hoor. Ben je blij? Plopper de Plop. Je gaat het terug opzetten. Kijk. Ja, nu mama een keer. We gaan mij nooit te passen volgens mij. Wist je trouwens dat er een hartje op de plopmuts stond? Ja, dat wist ik. Nooit opgeleid. Ja. Is mooi? Is dat mooi? Plop, boede, blop, boede, blop. Ja. Omhoog, omlaag. Iedereen goed mee vandaag. En zo is het alweer avond geworden. Ik ben daarnet ook nog naar de supermarkt geweest. Jeno die heeft ook nog ons kippenhok schoongemaakt. En nu zit hij hier voor de open haard. Hij heeft hier op onze televisie de open haard opgezet. Een beetje romantische muziek. Relax muziek eigenlijk. En terwijl zit hij hier een boekje hier aan het lezen. Een ja. Disney World boek. Nee, met het is niet van Disney World. Disney. Het is over alle Disney parken heen. Of zelfs meer. Van alle Disneyparken in de maps. Dus de plattegronden. Ja. 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 Mooi. Bijzonder hoor. Maar wel leuk. Ja. Je hebt dat als kerstcadeau gehad, hè, van onze ja, Tom. Dat klopt. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, en het is nu pas aangekomen, een boek. Dus het is een heel laat kerstcadeau. Laat kerstcadeau, maar het is wel fijn. Hè? Ja. Ja, geniet er maar van. Dank u. Tot morgen.